Welkom mensen op mijn kanaal. Vandaag heb ik de vierde episode van Road to Moab. Het is weer Domination op Resistance en ik hoop dat het niet zo'n fucking kut game wordt like de vorige. De vorige Domination Resistance. Ja, die was echt super gay. Ah, oh, van 2 minuutjes geleden. Oh, en shit. De herinneringen. Oh, deze. Dus eigenlijk wel heel wist die secure niet eens de vlag. Nee. Als je moe wat aan, de vlag niet secure. Wow, het zijn hier 3 portables. Oh my God. Ja, mijn portable heeft 2 seconden overleefd. Toen was de auto ontploft. Oké, mensen met heel echt slechte reflexen. Maar kijk, als we gaan beginnen campen bij de auto aan A, ben je eigenlijk wel slecht. Heel slecht. Ik denk, jongens, zijn skills al even niet aanhouden. Ja, je op Black Ops 1 en al die zeven, kom hij dan niet tegen? Nee, dat had glitch gewoon achter elkaar. Oh, hij doet ook toe. Ze droog is hij vier. We doen ook toe. Moe, wat ben je hier ook toe Black Ops 1? Oh, hij heeft het toch aan in je sprong, dat had glitch met een fucking sniper. Ik zet je owns! Nee, aanpakken, nee. Oh. Dat wordt een heel erg lelijke B-spawn. Eerst al dat ik ga verstaan. Nee, C-spawn. Nog erger, een C-spawn. Nee, nog beter eigenlijk. C-stop. Ja, waar zitten ze nu? Jongen, in de map. Oh, dat was een jongen met Final Stand. Met de net. Oh, achter de poort hebben ze ditjes, hè. Ja, als we dat gaan forceren, Dien. Ja, die jongens komen niet, dus dan moet ik van naar de andere komen. Dien, ik doe mee, ik ga mij achter de andere poort stalen. What the fuck, fan? Ga toch dood, alsjeblieft. Zijn jullie echt geoond door de Magnum? Oond? Is dat echt geoond? Nee, prachtig gewoon. Ik ga van wapen moeten switchen, de ACR is kapot. Ik kan ook geen andere wapen pakken. ACR kapot, hè? Kan ik hem met MP7 pakken? Ik heb nog geen enkele comment dat niet met MP7 gespeeld. Ja, dat is wel. We hebben nog niet opnieuw genoeg gedaan met de ACR. Ja, de ACR sukt. Nee, hij sukt gewoon met de ACR. Oh, dan heb je hem ook in. Oh, ze spawnen naar mij nog, hè. Jongens, zit naar ziek hard te campen en ik ga er gewoon op gaan, zeg. Fuck dat, ik heb geen deel moeten. Oh, het komt hier achter u. Ik heb hem. Komt er nog een deel? Oh, dat is echt de fucking lelijkste hand die ik in mijn leven gezien heb, dat dit heel top. Ik zag hem wel. En het moment dat ik hem zag, dan was het te laat. Dan was die dood. Oh, die jongens moeten wel een keer tot de spawn komen, zeg. Want... Ja, maar ze raken er niet uit. Nee, de kans niet. Ah, nee, ja. Dat is ook met wat met spawntrapspotjes aan. Als we al gaan spawntrappen? Nou, zo heb je een moe opgehaald, hè, dus. Als oh, what the fuck, zeverman! Ik raak er oh zelfs, oh my god, dan de zever, zeg. Maar zo heb je so dat hij doet. Bad. Die regen hebben we al. Ik ga gewoon uit je eigen spawn, het is niet meer grappig. Het is een eigen spawn te campen met een 6 en iets, ja. Stop, nu. Nice. Zet gewoon nu je PlayStation in, nu dat het nog kan. Oh, 6 en iets, ja, is een eigen spawn. Nu dat je nog een kans hebt op een beter leven, doe het nu. Waarom ben ik een enemy spawn aan het lopen? Omdat kan. Ja, hij wil dus als een spawn, flip mijn spawn op, ja. Graag gedaan. Ik wou dit al een spawn krijgen, ik wou oh, die spawn flip. Ze zijn aan het snipen, man. Pak een ACR. Hoe slecht zijn ze wel niet? Oh, ik heb ze nu spawnflut en jij zit in mijn rek gespawnd, zeker? Dat wil ik wel zien. Ja! Die kerel... Oh, dat spawn. Dat er iets in brand. Ik sta daar op een terrasje, ik kill hem. En hij spawnt in mijn rug op het terrasje. Maar let op. Ah, jij spawnflut, eindelijk. Ik heb liever als ze dan aanspawnen dan campen, zit tenminste niet zo hard. Ik heb liever als C. Ja, cool. Wieners. Er staat te veel voor, ik wil even geen blakpak. Maar ja, je hebt toch wel altijd B-spawn gezakt. Fuego gaat ook weer door. De random teammate gaat weer de mop aan, ik zeg het niet. Ik sta 16 op 7. Hoe fuck is het daar? Hij had glitchen. Ik
Ga je net drie man van Walbank toe doen met alles plaat? Maar kijk, ik brief en nog heb je hem mee. Ik haat hem in Trilogica. Zo erg. Wacht op die been dan gaan bouwen. Ja. Oh mijn god. Hoe kan hij mij zien en ik hem niet? Dat is een weak as fuck, goed. What the fuck? Ik denk dat mensen met Marksman in plaats van Stalkrop in de Astral Rivals spelen. Oh my god, Mars! Die zien mij door een hals gebouwen, die kerel! Die zien hem daar gewoon zitten! Zit daar gewoon Hij zit daar gewoon achter een zetel te headglitchen. En naar de ingang kijken, dat is hij aan het doen. Oh, mensen spelen toch zo boeien nog wel. Kan ik wel naar boven eerst. Damn you! Achter jou in. Kill hem toch al was. Oh, wat? Wat achter mij, Lora? Dat is die achter mij. Dat was achter die ook, ik had het niet zien. Oh, die is daar natuurlijk. Ja, nu ben ik dus gesniped. Oh my god. Ja, ik speel weer de zusters mee, ik zei het echt, hè. Laatste episode dat niet op zusters, hè. Fuck je zestens gewoon. Dat is zo. Maar ha, gaat toch uit je Final Stand, jij rotkind. Kun je dan nu zelf? Oh my god, je zit uit de camp naar nou, bovenop. Jullie zijn daar met de gay CR's. En met de gay C-stand. Oh shit. Le Granata. Oh damn, waar zitten die jongens? Final Stand is echt super gay. Je ligt daar gewoon boven. Ah, oh, ik ben gewoon tegen hem gelopen, zus. Oh, ik ben echt blij dat die stomme C-spawn daar is. Oh, dan. Dan gaan we campen in die C-spawn op die man doen. Als je echt goed kunt spawnen met zijn kill, de moment dat ze spawnen valt dat mee, man. Anders is het echt een belachelijk leuke spawn. Ik heb eigenlijk geen spawn. Oh, niet dat stond. Je spawn die in de shop kunt, dat gaan wij al niet aan. Oh ja, just een MK14 Mesta build die heeft 0 recoil. Ik vreet altijd, ik challenge them, maar ik mag dat niet doen. Spawn die nu weer. Ja, fuck. Al die spawn flip shots. Ja, laatste twee vlaggen uit, willen ziek veel goed. Ik heb weinig spasjes, dus, nou. Ik ben niemand. Dat is het probleem in dat spel. Oh, en kom, push met mij mee. We gaan overduwen. Ah ja, ik ben een kill. MK14 boy stond daar weer. Nogmaals, kijk! Oh, die spawns zijn zo fucking rot op die map! Die man is spawn, hoor niet meer. Echt, we spelen geen fucking resistance meer, hè. Pas maar op, Lora, want er loopt een jongen achterin. Oké, man. Echt, vergeet het, ik speel geen resistance meer, ik weiger. En ik ben panic knife. Nee, wat? Niet gepanicked? Hij zegt gay hard. Wat? Oké, ja, ik ben gay. Jongens, ik kijk naar mijn episode 4, ik ben gewoon shot door deze jaar, twee shot door deze jaar. Ja, het is de gay hard, wat ben je ze? Kijk, ik heb MK14. Een stuk of 10 streak, denk ik. Ja, 10 bom. Ik ga je klokken als ze zo bent te choken. Oh, oh ja. Wat hem maakt nog vertalen, hè. Dan nog wat? Ja, wel als toch de moord moet vertalen, hè. De serie is net bezig, maar oh, speelt toch niet met de man, dat past de OP. Waarom camp hij hier? Wat wil jij hiermee bereiken? Gewoon. Kauwen, triple cap of zo, want. Dit is het laatste game uit op Resistance zien, want Resistance is fucking shite. Oh, ja, loop gewoon in mijn aim. Puur omdat het kut, en hij ook. Ik hou van jullie. No homo. No homo, bro. Wat een homo, man. No homo. Oh my god, tactical is... Oh. Tactical, Nou, het enige ga ik dan weer goed, hè.
Dat is typisch het einde van de match.